Waarschuwingen en negatieve zwemadviezen van Waternet en de gemeente. Maar toch werd er gewoon geplonst in de Sloterplas. En op strand Blijburg. Ik zag jullie net plonsen hier in de Sloterplas, maar er zit blauwalg in en dat is gevaarlijk. Weten jullie wel wat het is? Een beetje. Er zit geen roering in, dus dan komt er ook meer ziektes van dode vissen en zo. En als je het inslikt, dan kan je best wel ziek worden. Ook op Blijburg denken ze te weten wat blauwalg is. Ja. Wat is het dan? Na een snelle uitleg over de alg is het niet zo dat de kids bang zijn. Nee. De Waternet en de gemeente zeggen wel dat je hier eigenlijk niet moet gaan zwemmen, omdat je dan ziek kan worden van de blauwalg. En dat je pijn in je ogen en in je darmen kan krijgen, zeker bij kinderen. Schrikken jullie daar niet van? Niet echt eigenlijk. We hebben al vaak hier gezwommen, dus eigenlijk vinden het niet echt eng meer. Ook de ouders maken zich niet bepaald zorgen. Waternet en de gemeente hebben hier een negatief zwemadvies gegeven, maar het lijkt niet echt alsof mensen zich daaraan houden. Wij in elk geval niet, nee. Ja, ik ben hier gisteren geweest en hij heeft nergens last van, dus het gaat denk ik wel goed. Ik ben zelf in het water gegaan, het is super lekker water. Dus voor hier heb ik geen vrees voor blauwalg. Dus van nu mogen jullie de kinderen gewoon lekker plonsen? Ja hoor, het is veel te heet. Zelf ook nog? Ik ga zelf ook nog. Ik ben er al in geweest. Heerlijk genieten. Doe ik zeker, absoluut. Past u wel een beetje op? Ja, ik ben heel voorzichtig. En als mama is gegaan, dan mogen de kinderen natuurlijk nog een keer. Ja.